Mijn naam is Lodger hier. Het is mijn tweede seizoen bij KS Veurendaarde. Ik ben centraal verdediger of verdediger en middenvelder, bij de geweld, bij de afdeling wel. En ik ben afgestudeerd als gitarist. Mijn naam is Sven Bak, ook sinds vier seizoen bij KS Veurendaarde. Ik ben keeper en ik ben dakwerker als werk. Welke heb je dat? Ik weet het ongeveer. Ik ga... Moet je dat wel doen? Ik heb aan de camera. Kun je het zien? Kun je het zien? Ja, staat erop. Het jongenscream? Ja, hier. Dat is als je het eruit. Heel zo uit? Ja. Goed. Yeah, you know what it is. Hou op, ik ben nu. Nee, ik had het niet. Wat is dat doet? 19-19. Ah, het moet wel. Aan mijn spuur. Yeah, you know what it is. Hoe is dat zo geleden? Die box zit nu daarvoor. Is het hier behalve? Ja, die speelt hier behalve. Ja, die speelt hier behalve. Is het logisch dat doet? Ja, wat is logisch? Is het juist? Heb je gezien, hij had best wel. Je zit er altijd met een stuk van mee. Echt hoor? Al wat naar het bos wil? Oh, toen laat ik ze kijken. En toen maar nog een keer. Dat is niet dit? Dat is niet het eerste. Het is wel goed. Ja, ik had juist. Wie was het? Pas van bos. Ik weet niet of het heel juist was, maar... Knap. Dat was.
Ik sta met een bak op. Goed zo niet. Kabemba, Antoine Kabemba. Bino. Drie mogelijkheden. De wedstrijd werd gestaakt omdat de lichten kapot waren. Er werd gevochten tussen de beide supportersgroep. Of een streaker stak het veld over. A, B of C. C is op lucht. Ja. Het was helaas C. Dus ja, kunnen schrapt. Ja, ik ben dat wel leuk. Dank je. Toch heeft het team nog gewonnen met 2-1. Met wie had er geschoten? Oh nee, dat er een tweede al gemaakt is. Weet je ook de tweede al van de eerste? De tweede al of niet? Ja, dat klopt. Oké. Ik heb het al goed. Wauw, is wie? Wauw, weer een eerste op te wenden. Je zet er ook eerst om over te klappen. Ja, knap. Doe maar. Rechtsbak. Oeh, best van daar rechtsbak. Daarvoor staat het meest bekend. Hoe zijn jij eigenlijk supporter geworden van KSV Oudenaarde? Mijn pa was van Gent toen hij getrouwd is. Met mijn ma zijn ze naar Rijnen gaan wonen. En ik ben daar opgegroeid. En, dus mijn pa was een voetbalfan. En die zocht een goede ploeg in het ronde. En die is bij Oudenaarde uitgekomen. Dus, toen ik nog klein was, ben ik af en toe eens meegegaan met hem. Maar laten we zeggen, vanaf 1970 ben ik echt wel regelmatig mee geweest. Dus je had al een aantal seizoenen mee. Hè? Dus wat was je hoogtepunt dan eigenlijk als supporter tot nu toe bij KSV Oudenaarde? We hebben er veel gehad. Dus het eerste seizoen dat ik meekwam, of de eerste match dat ik meekwam in 1970, dat was toen dat KSV kampioen speelde vierde. 80 was mooi. Kampioen in derde. Het zijn er nog geweest, hè, maar het allermooiste is toch, dat zal wel alugair blijven, denk ik. Dus 03-06-2012, dat was het. En er moet dan waarschijnlijk ook wel een dieptepunt geweest zijn. Wat was het minst mooie moment in... We hebben er ook een paar van gehad. Het is terugzakken uit tweede nationaal naar tweede provinciaal. Maar één match dat mij altijd bijblijft, dat was op Zottegem tegen Rapid Klaarbeke. Ik denk dat dat in 1994 was. Dus voor in de eindronde. Dus twee keer de finale gespeeld tegen Lebbeke in twee matchen, dus twee keer een truitje. En er moest een barragematch komen op een terrein, dat was Zottegem. KSV was daar toernoog favoriet, ze kwamen daar 1-0 voor. Lebbeke is daar de eerste helft van het plein gespeeld. Op een diefke maken ze 1-1 in de tweede helft. In de verlenging hebben we daar kansen gehad voor, denk, drie matchen te winnen. Maar de bal wou er niet in en we zijn eruit gegaan in de strafschop. Dus. En welke wedstrijd denk je dan nog het vaakst terug? Die wedstrijd of zijn er nog andere wedstrijden waarvan dat je zegt? La Louvière. Ook wel de bekermatch in halfweg de jaren 80 thuis tegen Club Brugge. 0-1 verloren, maar heel goed stand gehouden tegen het grote Brugge toen.
En je hebt er ongetwijfeld al veel zien passeren, veel talenten zien komen, veel talenten zien gaan. Maar welke speler is u het meest bijgebleven in al die jaren? Daar moet ik denk ik niet te veel over nadenken. Dat zou wel Jacques Kante zijn. En kunt u daar wat meer? Spits, dat was een spits. Was niet te groot, maar dat was heel kopbalsterk. Had een grote detente. En is met KSV naar tweede klasse gegaan in 1980. En heeft er een paar seizoenen gezeten en veel scoort. Ja, je staat bekend binnen KSV Uitenaar dat je altijd bereid bent om te helpen met alles wat de club raakt, wat de club organiseert. Maar wat zijn uw taken nu binnen KSV Uitenaar? Wat doe je zoal voor de club? Maar als het nodig is, kom ik wel eens bestellen als ze mij vragen. En een beetje de multimedia, een beetje Twitter en een beetje Facebook. Dat doe ik ook wel. Dus eigenlijk mag KSVO trots zijn dat er zoveel vrijwilligers klaarstaan om Uitenaar te helpen? Ik denk dat dat essentieel is voor een ploeg like Uitenaar ook. Dus ik denk dat zo'n ploegen wel het moeten hebben van hun vrijwilligers, want denk anders niet te betalen. Dus KSVO is gewoon een familie van vrienden dan? Zo kunnen we concluderen en afsluiten. Oké, merci. Rechtsbak. Oeh, best vandaar rechtsbak. Daarvoor staat hij het meest bekend. Dat je hoort is hij. De? Ja. Ik weet het niet. Frederik Dupré. Ah, ik wist ook niet dat hij hier speelde. Proficiat. Misschien. Dat is ook niet op zijn vak, anders ging het niet.